onze Osbert. Ah, oh, zo schattig. Die meiden hebben dus net gewoon staan kletsen door het raam, want dat kan wel. Goedemorgen, het is woensdag. Ik raak steeds meer de dagen kwijt en daar heb ik normaal natuurlijk al last van. Maar nu echt extra erg, want ja, je bent gewoon je ritme kwijt en zo en weinig afspraken om je aan vast te houden. Maar goed, ik ben aangekleed en opgemaakt al. Ik heb deze top van Warehouse aan, deze flared spijkerbroek van Mango. En ik heb even snel mijn doenlaarsjes eronder gedaan. Sarah moet zich even aankleden. Die wilde heel graag het schoolwerk in de pyjama doen. Nou, prima. En dan gaan we even het schoolwerk naar Noah brengen. En de bloemen, want ze hebben ook allemaal een blosje. Zo lekker uit mijn woorden. Ze hebben allemaal een bosje tulpen van school gekregen. Dus die brengen we zo even langs. En verder. Ik ben nog steeds heel moe, want ik heb weer slecht geslapen. Maar ik heb wel echt zoiets van, ik moet wel even wat gaan doen. Dus ik denk dat ik een lijst ga maken gewoon van taken die ik in zijn geheel af wil hebben in huis in deze periode. En dat ik dan gewoon elke keer onderverdelingen in die taken maak en dan kijk hoe ik dat afkrijg. Want mijn voornemen is wel, ik bedoel, je mag en kan nu niks. Dus ik wil al die dingen gewoon eigenlijk zoveel mogelijk af hebben. Dat dadelijk, als we weer alles kunnen, dat ik dan niet zeg, ja, maar ja, ik moet eigenlijk ook nog dit of dat. Dat dat gewoon allemaal weg is. Ik denk dat dat de beste manier is om nu door te komen. En ja, dan hoef je het niet bijvoorbeeld daar te zeggen, oh nee, ik moet echt die zolderen nou een keer uit gaan zoeken. Dat soort dingen allemaal gedaan zijn. Dus dat is voor nu mijn doel. Nou, ik heb wel dingen klaargezet. Deze twee zakken die gaan in de kledingbak. En deze brengen we zo naar Noah. Ik ben de kamer even, ik doe altijd even opruimen als dat nog lukt voordat we weggaan. En ik bedenk me opeens, ik zeg net dat het woensdag is, maar het is geen woensdag, het is pas dinsdag. Maar we gaan dus de deur uit, onze dingetjes doen. Oh, zo schattig. Die meiden hebben dus net gewoon staan kletsen door het raam, want dat kan wel. Wil jij hem aanzetten? Druk maar. Start de motor maar. Dus hebben ze toch elkaar gewoon even gezien en even gesproken. Maar wel volgens de regels, want Noah zit wel echt in quarantaine. Jij bent erg. Gewoon de muziek te keihard. Ik stop wel mijn film, maar dan kunnen we hem hard horen. Sarah is lekker aan het just dansen en die gaat na de lunch even lekker buiten spelen met Fayen. En ik maak even nu mijn to-do-lijst van de dingen die ik dus in deze coronatijd af wil hebben. En dat wordt mijn gewoon corona-to-do-lijst. En ja, echt heel veel dingen die ik wil doen. Dus ik hoop dat ik ze ook allemaal nu bedenk om op te schrijven. Dus ja, dan zou het lekker zijn. Ik wil ook heel veel kasten, wilde ik al opnieuw indelen. Dus ik denk, ja, dit zijn wel perfecte weken om alles te doen. Dus die albums moeten natuurlijk bijvoorbeeld af. Mama. Nou, eerste stuk van mijn to-do-lijst. En lekker sausijsbroodjes in de oven. Gelijk goed begonnen. Eerste taak is al van mijn to-do-lijst af. En andere heb ik stappen meegemaakt, want die kan ik gewoon niet in één keer afkrijgen. En nu tijd om te gaan koken. Sarah ligt op bed. En Denise komt zo even wat dingen lenen, want die was in de tuin bezig. Maar die had bepaalde dingen niet. En die heb ik wel. Dus mooi. En aangezien de schuur opruimen ook op mijn lijstje staat, zei ik al, dat is best wel mooi. Als jij die nu leent, dan heb ik het makkelijker als ik nu de schuur ga leeghalen om op te ruimen. Want dan staat er minder in.
En ik weet wat je neemt, dus wat er terugkomt. Dus daar kan ik wel gewoon rekening mee houden. Dat is het probleem niet. Maar het scheelt me wel. Dus echt perfect timing. Ik had de vaatwasser uit die even snel nu uitruimen. Want van het eten was vol. Ik kon niet alles erin. Dus dat kan ik even meegeruimen. En ja, ik heb niet heel veel van mijn lijst afgekregen. Morgen heb ik daar meer tijd voor. Maar ik ben wel tevreden over de dingen die ik heb gekregen. Dus dat is wel echt heel erg lekker. Lekker herinneren. Dus slaapkamer weer een klein stapje verder klaar. Marco is er heel weinig, want die heeft nog gewoon werk voorlopig. Dus, en in deze situatie kan je maar het beste zoveel mogelijk pakken, want je weet niet hoe het volgende week is. Hetzelfde, dat mag je volgende week niet. En er is wel financiële bijstand beloofd door de overheid. Ja, dat is niet tot je normale salaris, dat is tot bijstandsniveau. Dus ja, alles wat we in ieder geval zelf kunnen doen en indekken is toch wel heel erg prettig. Want beter word je er in ieder geval niet van. En dat is toch wel heel zonde als je heel erg lang werkt. En allemaal dingen bereikt daarin en dan alles zou moeten opgeven. Dan begin je dan echt gewoon weer van scratch. Dat is niet echt de bedoeling. Dus mijn werk loopt ook nog door, maar dat is ook echt een stuk minder dan normaal. Dus ja, we zullen het echt moeten afwachten wat het allemaal doet. Oh mensen, wat ben ik nog steeds moe, echt. Ik heb zo geen zin om iets te doen. Ik ga ze wel even editen, want dat wil ik gewoon bijhouden, maar echt. Dat dus. Ik heb maar besloten dat ik gewoon lekker op tijd naar bed ga vandaag, want... Ik hoop echt dat ik nu een goede nacht ga hebben. En dat heb ik nodig. Maar ik ga wel even de kamer op zoals altijd. Want niks vervelender dan met vroeger beneden komen, vind ik. Ik weet niet, dan start je de dag gewoon minder lekker. Dus dat is iets, ook al heb ik er geen zin in, wat ik wel echt altijd even probeer te doen. Maar ik wil wel de vlog even afsluiten, dus... Bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik hieronder op abonneren. Maak je me heel blij mee. Duimpjes, reacties, altijd top. En dan weer tot morgen hopelijk. Doei doei!